Nijmegen, altijd zon en nooit geen regen. Ja, nou toevallig. Heb ik een nieuwe shirt gekregen, prachtig, met Moosjes zit achterop. Aflevering 4 van Hennische. Bedankt Sven Brake voor het mooie verjaardagscadeau wat je me gaf. 1-2. Man, wat zat ik hem te knijpen. Een Duitse overwinning in de laatste minuut, maar oh zo lekker. Die keeper van Hulli, die was bijna niet te verslaan. Die kreeg kieples, dat kun je wel zien hoor. Dat mooie lupje van Sven over hem heen, dat werd hem te veel. Die gozer werd s'nachts schillend wakker van dat moment. Favoriete speler? Ja, toch wel Sven Brake. Die kreeg in het eind van het seizoen een mooie prijs. De bronzen steelpan van de Kitchen Champions League. Omdat hij 3 punten jatte in Utrecht. Lekker weer die hakkenbeur. Die zat er goed in, zeg. Zijn tweede alweer in deze competitie. Ik vond Labiel wel stabiel. En Okita lekker invallen. Deed hele leuke dingen en was niet egoïstisch. En ik geef ook een balletje af. Als er iemand beter voorzitter zei. Dat heb ik goed gezien. Volgens mij zat er stront in die knikker. Toen Coutinho die bal wou pakken. Tegenstander vrijdag, Dordrecht, die de Nooyers Bruyers zien de trainer. Dennis heeft nog bij ons gespeeld, van 2001 tot 2004. 41 wedstrijden en 10 doelpunten. Was een aardige speler voor ons. Dat is wel grappig, die broer van Hakkaba, Abdullah, die speelt bij Hulli. Kan hij zijn broer een beetje dollen en op de hak nemen. Hij heeft een mooie thuis. Voorspelling, wij gaan winnen denk ik, 5-0. Die schapenkoppen moeten we toch kunnen hebben, hè? Ze hebben dan wel de Ramadan overleefd, maar wij zien het veel beter als Hulli. Als er 1 schaap over de dam is, staat het eigenlijk los. Dus opletten Rens van de Eide met je achterhoede. Sluit de boel goed af, hè? Dat is nooit op het dagslot. Hebben we dinsdag nog een nieuwe speler uit België aangetrokken. Matthias Bossaert. Zal de familie van Major Bossaert zien? Ik kende hem al, want ik ben laatst naar een demonstratie van de brandweer geweest met hem. In Oostende. Dat is best wel eng, want ik heb hoogtevrees. Ik durf ook niet uit een diep bord te eten. Ze hadden 3 nieuwe brandweerwagens aangeschaft. Ik zei, wat doen jullie met die oude? Vroeg ik aan de commandant. Die gebruiken we voor loze meldingen, zei die Belg. Ik zeg maar zo, geen mooie weer als brandweer. En 3 punten. Hou je, tot volgende keer. Oh, godverdomme.